Ik vraag het niet vaak, ik vraag het eigenlijk bijna nooit. Maar vandaag heb ik echt heel dringend jullie hulp nodig. Dus je gaat echt heel, heel even naar mij moeten luisteren. Ik ken jullie, dus natuurlijk weet ik dat jullie uw aandacht nergens lang kunnen bijhouden. Dus, tijdens ik vraag voor jullie hulp, ga ik deze Shrouded Fable Greninja EX Special, want die is wel heel special, Illustration Rare Collection openen. Maar wacht, dat is niet alles. Omdat het toch iets speciaals gaat zijn wat ik ga vragen aan jullie, ga ik ook nog iets veel vetter openen. We hebben de laatste tijd veel dozen geopend. Dus weet je wat ik vandaag nog eens ga openen? Een mystery pack! Een super vette mystery pack trouwens. Want in deze mystery pack gaat één booster pack zitten, dus één Pokémon pakje. Maar er gaat ook één gegrade Pokémon kaart in zitten. En die kan super veel waard zijn. Ik heb hier 40 euro voor betaald. Dus we gaan zien of we ons geld er terug uit kunnen halen. Wilt je zien of ik winst ga maken met deze mystery bag? Klik dan sowieso even op de like-knop en vergeet niet te kijken tot op het einde van deze video. Laten we beginnen. We beginnen met de doos, want natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk de mystery bag zien. En natuurlijk hou ik die dan voor het einde van de video. Oh joh, bijna een greenscreen hier in de doos. Deze heb ik gekozen omdat je die Greninja EX natuurlijk hierin hebt zitten. Die echt zo vet is. Zie je? Ik zal hem er eens uitpakken. Dan kan ik hem beter tonen. De fameuze card trick. Oh. En natuurlijk valt de zeldzaamste speciaalse kaart langs mijn hand. Super. Alright, we hebben dus de evoluties van Froakie. En ik heb trouwens ook de codekaart net gekregen. Het lijkt alsof er grote printlijnen op staan. Ik denk dat dat bij de kaart hoort, maar ik weet het niet. Het lijkt me wel regen. Dus we hebben Froakie. Froakie gaat evolueren in Frogadier. Zie je? En dan krijgen we de coole kaart, een heel geliefde kaart. De Greninja EX. Daarvoor heb ik deze doos gekocht. Deze kaart wou ik in mijn map hebben. De video begon met ik die vroeg voor hulp. Ik ga daar eens verder op ingaan. Hè. Binnenkort, ik weet eigenlijk niet eens wanneer, maar binnenkort zijn het de Jamie's Awards. Dat is een awardshow waar jullie al de macht hebben. De kijkers. Want de kijkers van de content creators moeten de mensen die zij het liefste zien nomineren. Dus nu wil ik eigenlijk aan jullie vragen of jullie mij misschien willen nomineren voor een Jamie Award. Het enige wat je moet doen, is gewoon naar de Jamie's website gaan. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten en ik zal het ook op beeld zetten. En dan gaat je naar beneden scrollen. Dan staat daar ergens nomineer een creator of iets in die aard. Klik daar gewoon op. Dan typ je mijn naam, Mr. Krul, M-R Krul. Dan klik je op volgende, je vult je e-mail in, denk ik, en dan heb je mij genomineerd. Ik zou dat zo fel appreciëren als maar misschien 10 mensen mij nomineren. Ik heb het ook aan Snapchat gevraagd en ik heb al een paar bewezige mensen gehad die terug hebben gestuurd. En die zeiden, ja, ik heb je genomineerd. Ik heb ook al aan mijn mama gevraagd, aan mijn papa, aan mijn oma, aan mijn opa, aan mijn broer, aan mijn vriendinneke. Dus misschien zien ze mij wel opvallen. Maar het probleem is, om hiervoor genomineerd te worden, moeten dus heel veel mensen u werkelijk nomineren. En dan is het probleem dus, dat ik eigenlijk, ik weet niet of ik heel veel mensen kan overtuigen om echt op mij te nomineren. Dus alsjeblieft, het is echt een kleine moeite. En dan maak ik kans om naar de volgende ronde te gaan. En die volgende ronde is eigenlijk, de categorieën waar ze echt op mij kunnen gaan stemmen. We hebben een coole kaart gekregen in ieder geval. Dat is toch al iets. Als ik niet genomineerd ben, heb ik toch een coole kaart. Jawel mensen, ga alsjeblieft even naar het linkje in de beschrijving. Nomineer mij voor de Jamie's. Ik wil echt eens een keer erbij zijn. Over awardshows gesproken trouwens. Ik moet vanavond ook naar een awardshow. Maar daar eigenlijk gewoon op uitnodiging als gast en niet als genomineerde. En zelf dat vind ik al spannend, want ik moet een rare dresscode aandoen en ik hou echt niet van dresscodes. Ik moet, wat was het weer? Ik weet zelf de naam niet meer van de dresscode. Maya, weet jij het nog? Use of me, H-U-E-S of me. Dus eigenlijk veel van mij of iets in die aard zou het naartoe vertalen. Geen hit. Ik hoop dat mijn outfit vanavond wel een hit gaat zijn, want
Ik weet totaal niet waar ik zo'n dingen kan kopen. Ze hebben mij zo wat kleurrijke foto's getoond van mensen met outfits zoals Harry Styles en zo. Al die mensen op die foto's hebben gewoon designers, hè. Dat zijn supersterren. Obviously moeten die zich geen zorgen maken om outfits. Waarschijnlijk worden die nog betaald door Gucci of door Adidas om hun outfit te dragen. Maar ja, oké, wij gaan het zelf betalen. Ik zal zien wat de tweedehands kledingwinkel mij kan bieden. Want anders gaat het me wel veel geld kosten. Oh man, dit gaat niet goed. Ik hoop dat de mystery bag op het einde wel een beetje beter gaat. Want ik heb er zoveel zin in. Die ligt hier ook echt al een tijdje. Ik ben eigenlijk deze doos en mystery bag echt een hele tijd geleden gaan halen. Toen ik wou vragen voor mij te nomineren voor de Jamies. Maar toen ben ik het eigenlijk een beetje vergeten en lag de doos onder de kast. En over het laatst, recent, zei Maya iets van, wat ligt hier onder de kast of zo? En toen dacht ik, ah ja, ik moet die video nog filmen. Ik heb het jullie nog niet gevraagd. Oh, een spekkaart. Ik heb wel zin in een spekkenei. Woe! De neutralization zone. Daar wil ik niet in belanden. Er zit nog iets achter. Een flutkaart. Ah, oh, dit is pas nog een hollow. Oké, okay. En dan dit is de rare. Tapu Bulu. Ik weet nog dat Tapu Koko vroeger zijn eigen doos heeft gekregen van zo eigenlijk wat ik nu aan het openen ben van Greninja. Oké, een spekkaart. I don't mind, een ace spekkaart. Die zijn altijd zo opvallend, hè. Een paarse ster aan de bodem. Super blinkend. Die geef ik ook altijd wel een sleeve. Want ik heb zo een pagina in mijn map zitten waar ik mijn spekkaartjes in verzamel. Dan liggen ze allemaal langs elkaar en dan ziet er mooi uit. En mijn map moet er mooi uitzien. Alright, eens kijken. Hoeveel pakjes heb ik nog? Nog 2. En dan heb ik er nog 3 liggen van mezelf. Dus dan hebben we nog 5. 2 plus 1 is niet 5. Dan hebben we nog 3 Pokémon pakjes. En dan gaan we 1 Pokémon pakje uit de mystery bag halen. Die hopelijk ook al de moeite waard is. Want ik heb €40 betaald. Een sleeved kaart van PSA is gemiddeld €20 waard. Want een kaart die je wilt laten graden, om dat te laten graden kost ongeveer €20-25. Dus hopelijk kunnen we daar al een beetje op rekenen. Ik hoop wel dat het van PSA is. Ik weet het eigenlijk niet. PSA of CGC? Oké, ja, CGC kost ook ongeveer wel €20 om te graden. PSA is wel iets duurder. Dat is wel geweten. Even een kleine angle switch. 2 pakjes. Shrouded Fable nog. Ik ben eigenlijk... Oeh, het licht is hier niet zo lekker. Het licht is hier niet zo lekker. We gaan terug naar de daglichtkant. Kijk, dat is al beter, hè. Niks beter dan met daglicht filmen. Oké. We hebben een Joltik. Drowsy. Een Horsey. Deze zie ik niet. Een Decidue. Slithering. Oh, deze man vind ik zo eng. Oké, okay, eerste reverse hollow. Tweede reverse hollow. Laatste kaart is opnieuw Tapu Bulu. En hier is de codekaart. Het is tijd, hè. Ja, ik voel het. De pakjes zijn uitgedoofd. Niks bijzonders meer. Het is tijd om eens te kijken welke nieuwe gegraden kaart ik in mijn collectie kan steken. Ik hou van gegraden kaarten. Ze zijn zo vet, omdat ze echt zo waarde houden. Dat vind ik leuk. En de zeldzame kaart hier is weer al een Dusknoir. Hier, ik geef je nog een codekaartje. Ik heb ook nog een codekaart van de hele doos. Iemand kan die claimen, alsjeblieft. En dan nu. Ik ga eens lezen wat erin kan zitten. This mystery bag contains one mystery PSA or CGC graded Pokémon card. One Pokémon TCG booster Sword and Shield era or Scarlet and Violet era. Dus hier teasen ze u een beetje met Evolving Skies en 151. En dan heb ik nog een Charizard en een Pikachu. En het staat erop, de kansen staan erop. Dat is misschien verplicht. 1 kans op 12 om een kaart te poelen met een Pikachu die iets meer waard is. 1 kans op 12 om een kaart te poelen die een Charizard is. 1 kans op 20 om een Evolving Skies pakje te poelen en 1 kans op 10 voor een Pokémon 151 booster. Dus we hebben de meeste kans op een 151, maar daarvoor moet je gemiddeld ook 10 van deze pakjes openen. Dus het is eigenlijk gewoon geluk hebben. Eens kijken.
Het is in ieder geval een mooie verpakking. Ik ga niet spieken. Ik ga gewoon als allereerste... Ja, ik ben wel aan het spieken, hè. Ik zeg, ik ga niet spieken en jullie betrappen mij gewoon regelrecht op spieken. Ik ga de gegrede kaart er zo uithalen. Het is een CGC. Ik heb nog niet gekeken. Ik leg hem gewoon even plat op de zetel. Want eerst en vooral, het Pokémon-pakje wat we kunnen openen. De nostalgie. Pokémon Go! Oké, dat is wel leuk. Ik denk dat het een heel goedkope set is. Maar op zich wel een leuke set. Er zitten nog eens een Sword and Shield. We beginnen met Bidoof. Ja, dit is wel echt een heel goedkope set. Ik herinner het mij nog. En het was ook maar een kleine set. 78 kaarten. Dit is de codekaart. Sword and Shield is het toch? Dus dan moet ik 4 naar voren doen. 1, 2, 3, 4. En dan moeten we normaal gezien... Ja, oké, ik ben juist. Een energy zien. We zullen eens gaan kijken. Trouwens, het eerste wat ik al kan zeggen van de gegrede kaart, wat ik nu al kan zien, is dat we een Japanse kaart gekregen hebben. Ik hoop een funky leuke kaart, want dat is wat ik leuk vind. We zien niet veel goeds. Oké, we hebben hier een Charmander. Een Meipon. En de laatste kaart is een... Nee, we hebben nog een kaart. Bulbasaur. Laatste kaart. Is er... Nee, nu is de laatste kaart. 3, 2, 1. Een Articuno. Waren toen de kaarten al gegarandeerd? Hallo, ik denk het niet. Hè. Dus het is niet super slecht. Het is slecht, maar niet super slecht. De achterkant van de gekregen kaart zo op mijn hand. Dus ik heb hem zelf ook nog niet gezien. We gaan hem gewoon samen ontrollen. Ik ga hem naar u wijzen en dan zie ik het op het schermpje. Het ding wat ik nu wel mij net bedacht is... Een kaart laat je niet graden als het niet waard is om de kaart te laten graden. Dus hopelijk is dat ook een beetje de denkwijze wanneer zij kaarten opsturen. We gaan het zien. Oké, 3, 2, 1. Ik zie dus echt niks op dat kleine schermpje. We hebben een 8.5. Oh, wauw. Pokémon, Japanese Pokémon card van 151. Van Machoke. Dit is wel echt een coole kaart. Wauw, dat vind ik eigenlijk, dat vind ik nu geen slechte pool. Ik weet niet hoeveel die waard is. Het is ook maar een 8.5 nieuw mint. Maar ik vind hem wel echt een mooi stukje kunstwerk. En dat is meestal voor mij wel het belangrijkste wanneer ik een kaart in mijn collectie wil steken. Deze kaart zou ik zelf ook wel opsturen. Ja, ik ga eens opzoeken hoeveel die waard is. We zijn verloren. Ik zie hier online staan. De gegrede kaart van deze in de PSA 10 is €55 waard. Maar dit is een 8,5, dus dat zal ik vergelijken met een PSA 9. En dat is $17, dus daar plak ik dan €20 op. Maar op zich, zijt je echt verloren als je de mooie kaart vindt en dat je blij bent dat die in de collectie kan? Ik denk het niet, mensen. Like nog even, nomineer mij op de Jamies en ik zie jullie bij de volgende video. Doei!